Oh, hallo. Ik ben Warnar. Jullie denken misschien, wat zit die man nou te grijnzen? Maar ik zal jullie eens vertellen hoe een pot met goud mijn leven totaal op zijn kop heeft gezet. Dit was ik, nog niet zo heel lang geleden. Ik had een pot met goud van mijn overgrootvader geërfd. Ik wilde de pot beschermen met mijn leven. Ik wilde niet dat de buitenwereld zou weten van mijn rijkdom. Maar alles veranderde toen mijn dochter volwassen werd. Goedemiddag, oude knorrenpot. Ik hoorde dat mijn oom met uw klaartje wilde trouwen. Vertrouwt u hem niet of zo? Ach, ga toch weg, man. Zelfs jij vertrouwt die oude vrijer voor geen ene vermoeien. En dat weet ik. Deze jongeman, dat is Richard. Een beetje een losbolletje. Hij kwam naar me toe omdat zijn oom met mijn dochter wilde trouwen. Maar ik wist beter, zo dacht ik. Zijn oom was natuurlijk gewoon uit op mijn pot met goud. Ik stuurde het jongen weg en ging verder met mijn eigen zaken. Ik vroeg me dagenlang af hoe de mannen konden weten van de pot. Ik snapte het niet. Ik had het aan niemand verteld. Zelfs mijn eigen Klaartje wist er niks van. En toch wisten deze mannen ervan. Ik verloor mijn zinnigheid. Ga iemand anders bespioneren of zo. Ik heb helemaal niets wat jullie aangaat. Nou, hup, opzouten of ik bel de politie. Rustig, ouwe. We gaan al. Wat een ouwe gek, die Warnar. Ben je wel helemaal lekker, meneertje? Toevallig wel, ouwe. Zo heet ik namelijk. Ik wist het. Ze bespieden me de hele tijd al. Ik moest van het goud afzien te komen. Ik moest het verstoppen. Misschien zelfs dumpen. Toen wist ik het. Ik verstopte het goud onder mijn mantel en verborg het op een plek waar niemand het zou vinden. In de bosjes. Dus dat is wat je te verbergen had, ouwe. Kan ik mooi gebruiken om een gokschuld af te betalen. Hoe kom je daaraan? Dat is niet van jou. Deze potten met goud, die heb ik van Warnar gekregen. Van Warnar? Dat kan nooit. Die vent heeft geen rode cent. Ja, toch is het zo. Ik heb hem echt niet gestolen. Je hebt wat? Warnar is dan misschien een oude knorrenpot, maar hij verdient het echt niet om beroofd te worden door een gluiperd zoals jij. Meneer Warnar, ik liep zojuist lekker tegen het lijf en volgens mij is die deze van u gestolen. Ja, dat is inderdaad die van mij. Maar hoe kom je hier? Deze jonge man heeft me dan behoorlijk senuw gemaakt. Hij heeft met zijn dappere daad wel laten zien dat hij een hart van goud heeft. Ik was hem zelfs zo dankbaar dat ik hem mijn dochters hand gaf, als blijk van dank. Ook gaf ik hen de pot met goud, zodat ze er een gelukkig leven van konden bouwen. En we zijn weer terug bij af. Klaartje gaat vandaag trouwen met Richard en het verhaal is nu afgelopen. Een verhaal van een oude man die zijn vreugde en zinnigheid weer terugvond na het weggeven van zijn kostbaarste bezit. Nou ja, zijn bijna kostbaarste. Woehoe! Yes! Stop, stop, stop. Hé, hey, hoor, Sander, doe eens wat. Doe eens wat. Ja. En ik denk to myself, what a wonderful world.